overheerlijke programma maken de Njamchefs telkens een eenvoudig en lekker gerecht klaar. Vandaag zorgt de experimentele Jan Tournier voor een portie culinair spektakel. Welkom bij De Dagschotel. Vandaag gaan we maken kabeljauw met een brandade, ook van kabeljauw. Wat is brandade? Patatten en vis, peanuts. Maar waar gaan we beginnen? We beginnen met de brandade te maken. We hebben ervoor nodig knolselder, aardappel, een beetje ui en achteraf doen we nog een beetje watergerst bij. Maar ik ga beginnen met de aardappelen te schillen. Goed, aardappelen zijn geschild. Zo, je moet niet te veel gaan we doen. Het gaat alleen maar sneller. Ik ga de aardappelen in stukken snijden. In de pot. Wat gaan we dan ook bij doen? Knolselder. We snijden die groene takken vanaf. Gelijk weg. Eerst de schil eraf. Voilà. Wat ga je dan ook bij doen? Een uitje. Zo, bij de pot. Nu onderzetten met water. Voilà, en gelijk op vuur. Beetje zout, ook altijd goed. Zo. Dan gaan we nu de kabeljauw garen. Hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen in olijfolie. En bij die olijfolie gaan we doen rozemarijn, tijm en look. Zorgt voor een hele mooie smaak. Die olie gaan we gewoon tot op een temperatuur laten komen dat eigenlijk gewoon een heet bad vormt. Je kunt er in principe je vinger nog insteken. Zo, olijfolie. Goed vullen. Voilà. Tijm, rozemarijn, gewoon in het potje doen. Dat mag goed wat zijn. Zo, dat is allemaal lekker. Voilà. Look doen we er ook bij. Een halve bol. Moeten we niet schillen. Kei plezant. Zo. Met schillen alles. Het enige wat je goed in het oog moet houden, is dat de olie zeker niet te warm wordt. Dus vanaf dat je je pinker zeker zo 10 seconden kunt inhouden, dan is dat perfect. Ik schat dat dat rond de 50, 60 graden gaat zijn. Goed, de olie is nu op temperatuur. Ik kan er mijn vinger nog in houden. Je ziet dat. Dus het is perfect zo. Ik heb dat op een heel klein vuurtje gezet, het zachtste dat bestaat. Nu pakken we de vis. Ik heb ervoor gekozen kabeljauw. Zei je thuis, ik heb nog roodbaas in de frigo liggen. Geen probleem. Zalm ook. Ik heb er van de week geprobeerd. Gaat perfect. Dus we nemen nu een mootje kabeljauw. Je kunt best het mooiste stuk gebruiken voor je vis. En dan de overschot kunnen gebruiken voor in je brandade. Deze ga ik hier iets zachter zetten. Zo. Schoon mootje. Dus deze kabeljauw leggen we dus in het heet bad, zal ik maar noemen, van olijfolie. Waarom kook ik die niet gewoon? Van het moment dat ik die vis ga koken, gaat je structuur veel anders zijn. Nu gaat hij op lage temperatuur in olijfolie met kruiden langzaam garen. Dus je gaat dan een hele zachte structuur krijgen. En dat is heel leuk. En dat duurt ongeveer 20 minuten. Ondertussen kan ik al de vis snijden voor beide aardappelen te doen. De brandade dus. Dus ik ga hier een stukje vis afsnijden. Voilà. Dat vel er even afdoen. Vis leg ik al klaar in een kommetje voor zo dadelijk bij de brandade te doen. We gaan verder. We gaan de lenteuitjes snijden en bieslook voor nadien bij de brandade te doen. We gaan die ook weer gewoon heel grof snijden. Voilà. Potje bieslook. Ziezo. Dan gaan we de waterkers opnemen.
waterkers. Heel grof steeltjes eraf. Dit gaan we gewoon wegdoen. Dat hebben we vandaag niet nodig. Even de vis checken. Nog niet volledig klaar. Aardappeltjes zijn bijna klaar. Heel belangrijk, we gaan nu de vis toevoegen. En je moet altijd wachten tot je aardappelen bijna klaar zijn. En altijd de vis gans op het einde erbij doen. Dat gaat heel snel. Als je vis kookt, dat gaat heel snel. Dus we gaan er nu bij doen. Doe je dat te vroeg erbij, dan gaat gewoon de vis droog worden. En dat is allemaal niet lekker. Dus dat doen we niet. Zo. Voilà. Zo, even kijken of de brandade al klaar is. Aardappelen. Perfect. Neem een zeefje, een potje. Dan gaan we dat gewoon afgieten. Voilà. Dus de aardappelen, knolselder, uitje, goed laten uitlekken. Zodat de brandade niet te lopend is, want we willen een stevige stoemp, zal ik maar zeggen. Zo, ik ga het potje even droog maken, zodat er zeker geen vocht bij komt. En dan ga ik de aardappelen, knolselder en ui terug in de pot doen. Nu gaan we er een beetje gezouten boter aan toevoegen. Het mag zo'n blokje zijn. Lente-ui en bieslook. Voilà. Peper. Voilà. Boter zit erbij. Beetje olijfolie aan toevoegen. Altijd lekker bij patatjes, puree, olijfolie. Nu ga ik de aardappeltjes een beetje fijn stampen. Stampertje erbij. Hop. Niet te fijn, want zo'n brokje erin is altijd leuk. Maar ik doe dat toch altijd zo. Dan waterkers. Dat ziet er vrij veel uit, maar dat mag ook. Ik neem een pannenlikker en ik ga voorzichtig de waterkers onder de brandade doen. Dat lijkt heel veel, maar dat gaat trek minderen. En ook uw brandade krijgt trek een groene kleur. En groen, ik vind dat altijd er heel fris uitzien. Dat doet altijd eten, vind ik. Zo, zo. Ik ga dat eens een keertje proeven. Nog een beetje zout. En nog een klein beetje boter. Nog eens roeren. Zo, we gaan ons bordje erbij pakken voor te dresseren. Even hier doen. Als allerlaatste doe ik er expres nog een beetje waterkers bij. Deze is gaar door de hitte van de aardappel. En deze ga ik zo doen, zodat je mooi rauw blijft, pittig en krokant. En dan gaan er allemaal van die flapjes uitsteken. Dat vind ik persoonlijk wel heel leuk, zeker voor thuis. Pak een lepeltje erbij. En gaan we dat op het bordje leggen. Tweede lepeltje. Dat we goed kunnen werken. Dus we hebben hier een brandade. We gaan dat een beetje slordig doen, maar toch dat het zo'n beetje koel eruit ziet. Zoiets bijvoorbeeld. We gaan onze vis eruit halen. Eerst nog snel even checken. Ja, gaat er volledig doorheen. Heel goed. We nemen een klein papiertje. Want dat is natuurlijk, als dat uit olijfolie komt, een beetje vettig. We gaan er voorzichtig uitnemen, dat hij niet uit elkaar valt. Voilà. Velletje ga ik er ook afdoen. Dat gaat heel gemakkelijk. Goed. Op het papiertje. En dan gaan we de vis voorzichtig op het bordje dresseren. Voilà. Zo. Nu ga je dus hebben dat je vis perfect gaar is en heel zacht van smaak. Wat ga ik er nog op doen?
Klein beetje olijfolie. Zo. Beetje peper. Beetje zout. Zo. Nog een beetje afwerken met verse kruiden. Beetje karwel. We hebben hier een lekker fris bordje. Ziezo, vis is klaar. We hebben hier de langzaam gegaarde kabeljauw. Hier de vandalen van waterkers. Alsjeblieft.